weet wel dat ik in jouw mond ga werken, hè? Ja, dat nee, weet okay. ik. Je weet ook dat mijn vuist hier ligt, hè? Nou, vandaag ga ik erachter komen of ik al die jaren mijn tanden goed gepoetst heb. Want ik ben mondhygiëniste, samen met Sandra. Ja. Dankjewel dat je voor mij een gaatje had vandaag. Kort, ja, dank je. Als ik denk aan mondhygiënist, dan denk ik wel meteen aan je zit continu in de monden van mensen. Dus heb je dat nooit vies gevonden? Nee, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk als iemand een beetje een probleem van het minder goed gewit heeft. Dan heb ik tenminste wat te doen. Hé, hey, en wat gaan we precies doen vandaag? We gaan vandaag een patiënt behandelen. Mm-hmm. We gaan daarin kijken wat jij kan gaan doen ook. We gaan dingen doen als een gewitsreiniging. En afzuigen. En jij gaat afzuigen. Nou, hier is mijn praktijk. Ik ga jou even uitleggen wat het een beetje is, mijn stoel. Nou, wat ik hier heb liggen zijn de handinstrumenten. Dit is de zoutstraler. Kijk, hier is het zout. Oh, dat vind ik zo vies. Ja, het is niet heel lekker, maar het wordt wel lekker schoon. Dat is eigenlijk toch het doel als je hier komt. Dit is mijn EMS. En hoe ben je er eigenlijk op gekomen om dit te gaan doen? Omdat ik vroeger niet zo'n heel erg goed gebit had. En heel vaak bij de tandarts zat. Ik ga me even omkleden. Gaan we zomaar eens wat doen, ja. Zo, we gaan eens even kijken. Hey, stook jij wel eens? Ja, maar ik ben heel lui. Ja, want het begint ook een klein beetje te bloeden hier. Mm-hmm. Ja, dat geeft gewoon iets verder open. Dat geeft gewoon wel aan dat je vaker tandenstokjes moet gebruiken. Want wat je nu eigenlijk hebt is een beetje gingivitis. Ik ga het je even laten zien. Dat geeft aan dat je echt even dagelijks moet gaan stoken. Ben je nou altijd bezig met mondhygiëniste zijn? Ik heb geen leven. Nee. Ik heb geen leven naast mijn mondhygiëniste. Nee, laatst nog een lezing gegeven voor 200 mondhygiënisten. Om een beetje te vertellen over mijn praktijk. Omdat het toch wel een aparte locatie zit. Ik heb toch wat anders aanpakt door juist veel social media te gebruiken. Jij maakt je mondreiniging eigenlijk gewoon een beetje hip. Klein beetje. Ja. Wat moet je nou allemaal kunnen om een goede mondhygiëniste te zijn? Ik denk dat het erg belangrijk is dat je een fijne motoriek hebt. Mm-hmm. De opleiding mondzorgkunde hebt afgerond. Best wel handig. Dat je goed kan communiceren en daarbij dus ook kan adviseren. En dat je goed kan motiveren. Super motivatie. Ja. Heb ik net ook meegekregen. Ja. Ik moet beter stoken. Ik was er vast klaar, dus ik ga even de patiënt halen. Hoi, ik ben Marianne. Goedemorgen, ik kom verder. Hallo! Oh, dat is lastig. Een beetje lastig. Hoe is het? Ja. Mooi, ja goed. Nou, Lonneke, misschien wil jij een mevrouw vragen hoe het is gegaan na de vorige afspraak en of ze een beetje heeft gestokerd. Gestokerd, even gestoken. Ja, ik probeer het iedere dag een beetje bij te houden, met name aan het tandenstoken. Maar ik moet eerlijk bekennen dat niet echt in het systeem zit. Nee, het is een beetje weg. Heb je nog klachten verder? Ja, ik blijf onderin, blijf ik wel. Dus in dit geval kan het dan zijn, wij noemen dat een paro-endo-probleem. Dat zou zo kunnen zijn, maar goed, ik ga straks wel eventjes kijken. En Lonneke ook. En ja, ik denk dat we maar gewoon moeten beginnen. Doe je nou mensen ook ooit echt pijn? Ja, als hun tandvlees echt ontstoken is, dan kan het wel gevoelig zijn, ja. Dus wat je doet, je vraagt haar om iets dicht te doen en jij spreidt de wang. En dan ga je maar even op zoek naar de fistel. Oh kijk, ik zie hem al. We gaan het denk ik even lekker schoonmaken, Lonneke. En als je dan mensen naar huis stuurt met je moet meer stoken of wat dan ook. Ze komen daarna terug en ze hebben het niet gedaan. Heb je dat dan dat je het zelf een beetje teleurgesteld bent? Of denk je van nou, als je eigen verantwoordelijkheid? Nee, dat is wel echt de verantwoordelijkheid van de patiënt zelf. Het is wel zo dat als iemand echt parodontitis heeft en je besluit om dat te gaan behandelen, vind ik het echt heel erg belangrijk dat de patiënt wel heel dedicated is op het moment dat we daaraan beginnen. Dat is echt goed, Lonneke. Dank je. Ja. Zuigskill. Ja. Jij gaat zo polijsten. Lijkt je dat wat? Hoe voelt dit? Ja, maar eigenlijk ben jij een soort over tanden. Vertel mensen nou wel eens rare verhalen. Of vertel jij rare verhalen aan mensen, want Ik wil natuurlijk eigenlijk praten. Nee, je hebt heel vaak een monoloog. Ik vond het leuk vandaag. Vond je dat ik het deed? Ja, je deed het super goed. Ja? Ja, je hebt talent. Mag ik jou nou even doen? Nee, dat lijkt me. Je deed het echt heel erg goed, maar ik wil nog heel graag lang met mijn gewit.